Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Momenteel zit er een veld met middelbare bewolking boven Nederland. Daaruit valt gelukkig geen neerslag, maar de zonneschijn wordt er wel eventjes door belemmerd. In de loop van de ochtend gaat vanuit het zuiden de zon dan alsnog vaker schijnen en loopt de temperatuur snel op. Want al vroeg in de ochtend liggen de waarden zo rond de 20 graden. Vanmiddag is het dan op veel plaatsen zomers warm, zo'n 25 tot lokaal 29 graden. Maar in het eind van de middag kunnen er lokaal wel een aantal buien gaan staan, eh, ontstaan. Met name in de oostelijke helft van het land, waarbij ook kans is op een enkele klap onweer. Vanavond blijft het dan nog vrij lang warm, maar vanuit het westen komt al iets koelere lucht het land binnen. Met dan nog temperaturen rond 22 graden. Morgen is het dan een best aardige dag. Er is een periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen gewoon droog. Landinwaarts is er misschien kans op een buitje. En het wordt daarbij 17 tot 21 graden. De matige westenwind die zorgt er wel voor dat het wel iets koeler aanvoelt. Ook de dagen daarna aardig weer, met met name op woensdag veel zonneschijn en in het zuiden alweer zomerse temperaturen. En ook donderdag loopt het kwik weer een stuk verderop, en dan zit bijna het hele land in het zomerse weer. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl